En dan kunnen we toch niet het laten afwentelen op andere kwetsbare groepen. Ik zie de voorzitter kijken. Heb ik bijna door uw spreektijd heen, dus ik verzoek u hem af te ronden. Ik rond af. Voorzitter, ik rond af met een laatste concreet punt. Namelijk, mensen hun leven in een AZC staan letterlijk on hold. En hoe belangrijk is het als je wel zou kunnen werken? Wil de staatssecretaris kijken naar de ruimhartige toegang tot de arbeidsmarkt voor asielzoekers, zodat mensen vaste grond onder hun voeten kunnen krijgen? En hoe zorgen we dat werken ook echt loont? Ik heb de casus van Oekraïners waarvan één gezinslid werkt, maar daardoor vervallen alle toeslagen voor het hele gezin, waardoor werken in praktijk niet loont. Herkent de staatssecretaris dat en wat kan hij daaraan doen? Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Dan ga ik door naar de volgende partij, de heer Kuzu van Denk. Voorzitter, dank u wel. Opvallend genoeg hoor ik in deze commissie de laatste tijd heel weinig gezucht en gekreun over wat de waarden van de Europese Unie zijn en dat de Europese Unie een waardeunie is. En ik heb me altijd wel afgevraagd, wat zijn nou die waarden? Ik heb het opgezocht, ik vond op de website van de Europese Commissie de volgende tekst: de waarden waarop de Unie berust zijn eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten, waaronder de rechten van personen die tot minderheden behoren. En voorzitter, als het gaat om asielzoekers en vluchtelingen, gooien we die waarden voor het gemak heel gemakkelijk overboord. In plaats daarvan bedenkt de politiek nieuwe waarden, zoals een asielstop, migratiepacts, illegale pushbacks, strengere grenscontroles, muren en nog meer van dat soort stierenstront. Behalve als je Oekraïens bent. Want ook al kom je 2500 kilometer hier vandaan, als je wit en christelijk bent, behoor je plotseling tot onze regio. En voorzitter, dat is de gehate dubbele maat. Nederland is vol voor mensen uit Syrië en Afghanistan, maar 100.000 Oekraïners in 12 maanden, dat kan er gewoon bij. Oekraïners worden met open armen ontvangen. Asielzoekers uit het Midden-Oosten worden opgewacht met fakkels bij asielzoekerscentra. Voor Oekraïners stropen veel gemeenten hun armen uit de mouwen om de opvang te regelen. Vluchtelingen uit Noord-Afrika moeten op de grond slapen. Oekraïners mogen op dag 1 werken en de politiek is dan dolblij dat de helft al werkt. Asielzoekers mogen tijdens hun procedure niet fulltime werken, ook al ben je sterrenkundige. Voor Oekraïnse kinderen wordt binnen de kortste keren onderwijs geregeld. Ben je toevallig geboren van Syrische ouders, mag je het doen met onderwijs op afstand. Oekraïners met een oorlogstrauma krijgen geestelijke hulp in eigen taal. Heb je de meest gruwelijke oorlogsmisdaden meegemaakt in Afghanistan, dan word je aan je lot overgelaten. Voorzitter, en ik vind het goed dat er heel veel voorzieningen zijn voor de Oekraïners. Maar het is toch onmogelijk dat dit niet bestaat voor vluchtelingen en asielzoekers, voor mensen die ook vluchtelen voor oorlog en geweld. Voorzitter, ik hoor de staatssecretaris wat zeggen. Ik wil dat hij dat in het openbaar zegt. Ik wil dat hij dat in het openbaar zegt. Oh, we gaan het wel via de voorzitter doen. Ik hoor ook de staatssecretaris af en toe wat zuchten en wat dingen zeggen. Dus het verzoek aan hem is ook om dat binnen het bord te houden, zodat wij gewoon de beraadslaging met de commissie goed en verstandig kunnen verlopen. Ja. De heer Kuzu. Goed, ik hoor het wel van de staatssecretaris in zijn termijn. Voorzitter, ook in Nederland gaat er een hoop mis. De lang verwachte spreidingswet komt er eindelijk, maar niemand wil deze wet eigenlijk op deze manier. De Raad van State heeft er gehakt van gemaakt. De uitvoerende partners moeten er niets van hebben. De gemeenten, de provincies, de kring van commissarissen, het Veiligheidsberaad, allemaal kritisch. Het COA zegt het is niet uitvoerbaar. En waarom wil de staatssecretaris dan toch doorzetten op deze manier? De staatssecretaris zegt dat hij alleen de handtekening heeft van de coalitie onder de huidige versie. En beseft de staatssecretaris wel waarmee hij het land opzadelt? Want eind deze maand hebben we 2000 opvangplekken nodig. En dat kan in de zomer oplopen tot bijna 40.000. Laat staan de bijna 5000 plekken die nodig zijn voor minderjarige vluchtelingen. Voorzitter, we stevenen af op een maatschappij ontwrichtende asielcrisis. Maar waarschijnlijk staan partijbelangen boven het belang van Nederland en boven het belang van asielzoekers en vluchtelingen. Voorzitter, een asieloplossing is mogelijk. In 12 maanden tijd hebben we bijna 100.000 Oekraïners kunnen opvangen zonder al te grote problemen. Dit bewijst nogmaals dat deze crisis geen natuurwet is, maar het gevolg van politieke keuzes. En dat brengt me tot de conclusie: deze staatssecretaris kan eigenlijk niks en mag helemaal niks. Hij wordt gegijzeld door een rechtse meerderheid. Maar wat die rechtse meerderheid hier wil, mag niet van de rechter.
Soms is het heel vervelend om in een rechtsstaat te leven. In Europa kan hij niks, want er is geen consensus. En het is dan heel vervelend dat die mannetjes daar in Brussel niet meewerken. In Nederland kan hij niks, want gemeenten werken niet mee. De uitvoerende partners werken niet mee. Irritant, die burgemeesters en wethouders die niet willen meewerken. En zo blijft de staatssecretaris doormodderen tot 2025. Succes, heel knap. Ik heb een interruptie van mevrouw Piri, PvdA. Ja, voorzitter. Ik snap deels de frustratie van de heer Kuzu. Want ik denk dat we het allemaal hadden op het moment dat gemeentes nog vrije bedden hadden die bedoeld waren voor Oekraïners, hè, die ze niet wilden vullen met andere asielzoekers. Dus dat gevoel snap ik heel goed. Maar het gaat mij persoonlijk iets te ver om te zeggen dat er gewoon nationaal ander beleid is ten opzichte van moslims en christenen. Dus mijn vraag is eigenlijk aan de heer Kuzu. Als het gaat om bijvoorbeeld veilige landers, christenen uit Armenië, vergelijken met moslims uit Marokko. Heeft de heer Kuzu ook het gevoel dat er een verschil wordt gemaakt op basis van etniciteit of religie in de gewone asielopvang? De heer Kuzu. Voorzitter, ik heb volgens mij het woord moslim in mijn bijdrage niet gebruikt. Maar wat mij wel opvalt, ja, het woord christen heb ik wel gebruikt. En dat heb ik in eerdere debatten over de opvang van Oekraïners, heb ik dat ook met enige regelmaat gedaan. Dit is ook wel hetgene wat ik veel te vaak zie als het gaat over Oekraïners. Dan hoor ik heel veel mensen ook veel te gauw zeggen, ook hier in deze Kamer, van ja, ze behoren tot onze regio. 2500 kilometer afstand. Volgens mij, als we gaan kijken naar andere landen uit de, met dezelfde hemelsbrede afstand, dan rekenen we die plotseling niet tot onze regio. En het is ook wel heel duidelijk dat er onderscheid wordt gemaakt op basis van wettelijke regelingen en kaders van mensen. En ik heb niet gezegd dat het gaat op basis van religieuze achtergrond. Het valt me wel op dat wanneer het gaat over Oekraïners, dat er wel sprake is van die dubbele maat. Mevrouw Piri. Nee, maar het is denk ik goed om even dit verschil wel te benadrukken. Hè? Voor Oekraïners, ik bedoel, weet u, ik zit niet in het kabinet, ik zit niet in deze coalitie. Ik denk heel veel van de speciale wetgeving die geldt voor Oekraïners, ben ik het helemaal eens met de heer Kuzu en met Denk, dat we moeten kijken hoe we ook de lessen die goed werken moeten toepassen op alle asielzoekers in Nederland. Maar ik ben wel blij om te horen van de heer Kuzu als het gaat om de rest, die onder dezelfde wettelijke regeling valt, dat ook Denk niet het gevoel heeft dat daar een verschil wordt gemaakt tussen etniciteit, religie, over hoe we mensen opvangen. Ja, voorzitter, dan wil ik toch een schepje bovenop mijn frustratie doen. Want we moeten lessen trekken uit hetgene wat er in de afgelopen maanden goed is gegaan met de Oekraïners. Ja, voorzitter, volgens mij hebben we het hier in deze Kamer heel vaak gehad over die lessen. Er zijn allerlei dingen opgetuigd die wel mogelijk zijn. En ik vind niet dat we die lessen nu moeten trekken. Die hadden we al lang getrokken moeten hebben. Ik kijk even terug. De eerste weken dat Oekraïners naar ons land kwamen. En ik vond het geweldig. Laat daar geen misverstand over bestaan. Gratis openbaar vervoer. Gratis openbaar vervoer voor Oekraïners. Waarom kan dat dan niet voor andere groepen mensen in onze samenleving? Waarom niet? Heel veel mogelijkheden die er waren voor Oekraïners, die zijn er niet voor mensen uit Syrië, niet voor mensen uit Afghanistan, ook niet voor die christenen uit Armenië, ook niet voor heel veel andere groepen. En dat is een frustratie die we ons volgens mij allemaal moeten aantrekken, voorzitter. Dank u wel. Dan ga ik door naar de laatste partij, de ChristenUnie, de heer Seder. Dank u wel, voorzitter. Gisteren hoorden we dat het Europees Parlement overeenstemming heeft bereikt op een aantal punten over belangrijke onderdelen van het migratiepact. Een migratiepact waar we ook in als coalitiepartijen gezegd hebben dat we daar uitvoering aan willen geven. En zelfs desgewenst of indien nodig daar ook een voortrekkersrol in gaan spelen met gelijkgestemde landen. Mijn vraag is aan de staatssecretaris of Nederland dit resultaat inderdaad niet alleen gaat steunen, maar juist die voortrekkersrol gaat pakken om ervoor te zorgen dat we hopelijk in 2024 dit ook kunnen gaan uitrollen. Dit heeft ook effect op de wijze waarop wij nationale asiel- en opvangprocedures vormgeven. Voorzitter, dan even over de Spreidingswet is daarover gegaan. Er wordt aangegeven dat de wet waarschijnlijk pas in 2024 in werking kan treden.
Zover ik weet is het aan de Kamer, niet aan de staatssecretaris. De vraag is of de staatssecretaris dat kan bevestigen, dat het aan de Kamer is om, het aannemen van de wet, van als wel in tweede als eerste Kamer, en daarmee ook de hoofdreden is dat bepaalt wanneer deze wet in werking zou kunnen treden. Zou je ook de laatste stand van zaken kunnen geven over de situatie rond de opvang? Eerder waren er rooskleurige prognoses ten aanzien van de zomer, dat er voldoende opvang zou zijn. Voorzitter, hoe staat het nu? Hebben we voor iedereen nog onderdak, ook als het warmer wordt in dit land? Voordat u verder gaat, een interruptie van mevrouw Kreuger, GroenLinks. Dank u wel, voorzitter. Ja, ook aan de heer Seder toch de vraag, grote zorgen bij de uitvoerders. Grote zorgen vanuit de Raad van State eigenlijk over of deze wet wel goed uitvoerbaar is en daardoor ook doelmatig en doeltreffend is. In hoeverre ziet de heer Seder de ruimte dat deze wet, dat we echt tegemoet komen aan de zorgen van deze uitvoerders? De heer Seder. Ja, voorzitter, ik heb gesprekken gevoerd, daarnaast ook gelezen met een flink aantal van de partijen die consultatie daarin hun kritiek hebben geleverd. Even een paar dingen. Ik ben het niet eens met de stelling dat deze wet onuitvoerbaar zou zijn. Ik denk dat een van de bezwaren, en daar ben ik het mee eens, is dat het vrij spannend is, omdat je heel veel nog moet gaan vastleggen in lagere regels. Die zijn er nog niet. Die moet je met elkaar gaan maken. Dat is spannend. Dat zou ertoe kunnen leiden dat hele slechte lagere regelgeving kan zijn. Daar ben ik het mee eens. Maar het is een theoretische situatie. Volgens mij willen wij allemaal dat de opvang beter gaat dan dat het nu gaat. Dus dat is iets waar we op moeten letten. Maar dat maakt de wet niet onuitvoerbaar. Als het gaat over de financiële verdeelsystematiek, dan wordt aangegeven dat het onderling tot perverse prikkels zou kunnen leiden. Dat zou kunnen. Ik kan me heel goed voorstellen dat Castricum dan denkt, wij gaan achteroverleunen. Alleen dat zou niet de opgave moeten zijn. Dat zou niet de taak moeten zijn. En ik verwacht ook dat elke gemeente daarin juist ook de solidariteit zal uitdragen. En zo niet, dan gaan we dat zien. Dan zien we welke gemeente achteroverleunen en welke niet. Tegelijkertijd betekent dit, moet u wel erkennen, en dat vind ik ook, dat je in het land heel verdeelde politieke landschappen hebt. Je hebt hele linkse gemeenten in dit land die zeggen, wij kunnen en wij willen best meer opvangen. En je hebt ook gemeenten die zeggen, als het moet, dan moet het, maar wij zijn niet de eerste te popelen. En dan snap ik dat je een gelijke spreiding zou willen, maar volgens mij is het doel niet een gelijke spreiding. Voor mij is het doel dat je de gemeenten die nu veel te veel dragen kan ontlasten en dat je daarmee ook voldoende capaciteit en opvang hebt. Dat betekent dat ik deze wet niet perfect vind. Als het aan mij lag, had ik het anders ingevuld. Maar de suggestie dat deze onuitvoerbaar zou zijn, omdat Castricum evenveel zou moeten dragen dan de andere gemeente, ik noem het even naar mijn eigen voorbeeld, want ik warme banden met Castricum heb in zekere zin. Maar dat maakt dat ik wel denk dat we met de open blik, en dat vraag ik ook van mevrouw Kreuger en ook van de anderen, ik heb de heer Dassen ook gehoord, deze wet moeten gaan behandelen. En wat het degelijk onuitvoerbaar maakt, ik heb in het IPO-verslag gelezen, wat je in de memorie van toelichting hebt, probeer dat misschien in de wettekst vorm te geven, probeer een termijn wat duidelijker te maken. Als het daarmee de wet beter maakt, dan moeten we daar zeker over hebben. Maar bij nu bij voorbaat al zeggen, deze wet leidt niet ertoe dat met name de gemeenten in het noorden en in het oosten ontlast worden. Dat we kleinschalige opgang kunnen gaan vormgeven. En daarmee in afwachting op Europees wetgeving nu ook al de infrastructuur mogelijk maken. Ja, dat zie ik bij voorbaat niet. Dus daar ben ik het wel met u oneens. Ik ben het wel met u eens dat daar waar het beter kan en moet, dat we dat ook vooral moeten doen. Mevrouw Prie heeft ook een interruptie. Sorry? Nee, gaat u verder? Oh, oké. Okay. Excuus, voorzitter. Ik hoorde de heer Seder zeggen, details over die uitvoerbaarheid zitten ook in die lagere wetgeving. In die lagere regelgeving, in de ANVB's. Nou hebben wij die niet meegestuurd gekregen vanuit het kabinet. Is het oordeel van de ChristenUnie, ongeacht hoe het in die lagere wetgeving, waar vaak de uitvoerbaarheid in zit, ongeacht hoe dat eruit ziet, bent u sowieso voor deze wet? Of vindt u het ook belangrijk om hem in zijn geheel te beoordelen? Heer Seder. Ja, voorzitter, uiteraard ben ik voor lagere wetgeving dat werkt. En ik snap dat daar nu niet gelijk is meegestuurd, maar daar moet het over gaan hebben. Maar daar moet het gaan over hebben met elkaar. Want wat ik niet wil, is een wet die niet werkt. Dat wil u ook niet.
alleen de facto nu al zeggen dat hij niet werkt, want we weten nog niet wat er in de lage regelgeving staat. Die argumentatie volg ik gewoon. Die is ook gewoon niet waar. Je kan het niet weten. Er is een zorg, die heb ik ook. Dat moeten we met elkaar gaan behandelen. Dat gaan we ook doen. Ik ga mijn uiterste best doen dat de lage regelgeving is. Dat werkt. Volgens mij willen we dat allemaal. Want het laatste wat ik wil is dat we over 5 jaar weer een schandaal hebben met elkaar. En dat al onze gezichten daar weer in een item voorbij komen. Oh, we hadden het niet geweten. En de staatssecretaris van aan toen zei, ja, het is allemaal moeilijk. We hebben een verplichting richting de gemeente om dit goed uit te voeren. We hebben een verplichting richting asielzoekers die recht hebben op goede opvang. De pudding is in de details. Of zeg ik het nu goed? Helemaal niet, hè? Hier wordt vast een filmpje van gemaakt, maar goed. Nee, maar ik ben het met u eens dat de lagere regelgeving, dat is cruciaal. Daar moeten we over gaan hebben. Maar bij de facto zeggen dat het nu al slecht is, want we weten het niet. Ja, daar ben ik gewoon niet mee eens. Gaat u verder met uw bijdrage? Ja, voorzitter. Ten aanzien van de medische zorg voor asielzoekers, wij lezen dat dat nog niet toereikend is. Volgens mij heeft het ook mee te maken dat het niet belegd is bij VWS zoals dat nou over het algemeen wel gedaan wordt. Ik vraag me af of dit niet alleen duur is, maar, hoe wij het nu doen, maar ook niet onlogisch. En zal VWS niet te veel belangrijkere rol en misschien zelfs zelf moeten overnemen. Ik ben benieuwd hoe de minister daarnaar kijkt. Voorzitter. NRC berichtte eerder deze week dat de kosten voor asiel dit jaar 3 miljard hoger uitvallen dan begroot. Ik zou allereerst willen weten hoe hoog dan de totale kosten uitvallen. En ik zou ook willen weten voor welk deel deze kosten ten koste zullen gaan van het ODA-budget. Voorzitter, bij de totstandkoming van het kabinet Rutte 3 zijn er al afspraken gemaakt over een flexibel opvangsysteem dat schommelingen zou kunnen opvangen. En voorzitter, daar is te weinig aan gedaan. Daar zijn we het volgens mij allemaal over eens. Ook tegelijkertijd schat het ministerie keer op keer, jaar op jaar, de instroom te laag in, waardoor er onvoldoende middelen voor worden uitgetrokken, waarbij wij nu ook een veel duurder systeem hebben. Ik zou aan de staatssecretaris willen vragen, klopt mijn stelling dat als we jaren geleden wel waren gegaan voor een flexibel opvangsysteem met lege bedden, dat een goedkoper stelsel zou geweest dan de situatie waar we nu, met name ook vaak gesteund door rechtse partijen, je moet geen lege bedden willen, maar dat we om die reden ook nu duurder uit zijn. Klopt deze stelling? Voorzitter, ten aanzien van het ontwikkelingsbudget heb ik al de koppeling gemaakt met het ODA-budget. Er is eerder een motie aangenomen van mijn fractiegenoot Sineke van der Graaf, die de regering verzocht heeft de doelmatigheid en doeltreffendheid van deze systematiek te onderzoeken en te bezien of in het licht wenselijk staan de fluctuatie van het ODA-budget te reduceren en daarvoor opties in kaart te brengen. Voorzitter, dat is bij uw collega ingediend van BUAOS. Ik vraag me ook wel af of daar binnen het kabinet overleg over is en of de minister of de staatssecretaris daar het een en ander over zou kunnen zeggen. Voorzitter, de uitvoering van de commissie van Zwol. Ik heb het al eerder aangegeven, die is wat ons betreft nog onder maat. En wat wel belangrijk is om niet alleen qua capaciteit stappen te zetten, maar ook qua inhoudelijke keuzes. Een van de punten is de menselijke maat. Als het gaat om de beantwoording van de staatssecretaris, die geeft aan dat die altijd al wordt meegewogen. Maar voorzitter, we hebben niet voor niets in het coalitieakkoord ook aangegeven dat Nederland op papier best een goede asielprocedure kent, maar in de praktijk verbeteringen mogelijk zijn. Ook juist ten aanzien van die menselijke maat. Mijn vraag daarom is welke stappen er nu ook gezet zijn, maar ook volgens de staatssecretaris nog een stap moeten gaan worden. Of wij daarin ook de staat van migratie, volgens mij, en ook het verslag van de IND van vorig jaar daarin wil meenemen, die volgens mij ook voorbeelden heeft gegeven waar die menselijkheid kan knellen. Voorzitter, nog 2 punten. Expertise in bekeringszaken. We hebben daar ook al een tijdje over. En in de praktijk lijkt het zo te gaan dat als de IND een externe deskundige raadpleegt, daar of niets mee wordt gedaan, of in ieder geval niet wordt aangegeven dat er iets wordt gedaan. Is het een suggestie om in ieder geval in de procedures mee te wegen dat als er een extern advies wordt gegeven, dat de IND aangeeft wat er mee gedaan is, welke weging er heeft plaatsgevonden, waardoor ook inzichtelijker wordt gemaakt op welke gronden iemand is afgewezen. Want voorzitter, ik heb de afgelopen maanden ook weer bezoek gebracht aan mensen die in eerste instantie afgewezen waren, dat hun bekeringsverhaal niet geloofd werd, maar voorzitter, in detentie in een gezinslocatie zaten en uiteindelijk toch wel een procedure kregen, maar met als gevolg wel heel veel pijn, leed en ook trauma voor de kinderen waar het die over gaat. En tot slot de laatste vraag, voorzitter, ik zie u streng kijken. Nu wijst een VN-onderzoek uit dat bootvluchtelingen die door de Libische kustwacht terug worden gehaald in onmenselijke omstandigheden terechtkomen. De vraag is of de staatssecretaris hier nu sterk voor gaat maken dat de EU dit systeem niet meer faciliteert. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Dat was de eerste termijnzijde van de Kamer. Veel vragen gesteld. Ik kijk ook meteen naar de klok vanwege de lunch. Ik stel voor om dan 11:55 weer met elkaar te gaan starten. Kunt u zich in vinden? Dan gaan we dat doen.